In verband met de stijgende zeespiegel en een zoetwatertekort moet er rekening worden gehouden met een mogelijke peilstijging van het IJsselmeer van 1,5 meter. Door te experimenteren met verschillende waterstanden leren we hoe we om kunnen gaan met waterveiligheid, watertekorten en schoon water in en om het IJsselmeer. Daarom is voor de Koopmanspolder een uniek ontwerp gemaakt, waarin landschap, natuur en recreatie gecombineerd worden met een proef voor toekomstgericht waterbeheer. In het gebied van circa 16 hectare wordt natuur ontwikkeld in relatie tot het Natura 2000 gebied IJsselmeer, een gronddepot van de dijkversterking opgeruimd, een landmark gerealiseerd langs de West-Friese omringdijk, een paaigebied voor vissen gemaakt en een openlucht waterbeheerlaboratorium gecreëerd. Op dit moment wordt de uitvoering van het plan voorbereid. De samenwerkingspartners werken er hard aan om de graafmachines in het voorjaar van 2012 aan het werk te hebben.